Wacht, ik heb... Ja. Ik kan dit ietsje omlaag doen, maar ik weet niet of dat wel. Het is wel fijn om te weten, want ik kan mijn ventilator weer aan. Interesting. New words seems to have been performed. Gaan we weer. Oh, die dingen die zijn level. Kut. Best wel duidelijk hoor. Die piep? Ja. Yeah. Ik denk dat het ook komt omdat het geen achtergrondmuziek is, dat het daarom opvalt. Waarschijnlijk. Maar ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Nee. Wacht, ik ga iets proberen, moment. Kijk. Misschien dat het nu weg is, maar dan moet je het weer even bepalen. Ja. Ah, Mut zegt al dat het nu weg is. Oh. Wat was het dan? Oh, en het is weer... het was... Het is mijn mic. Het is je microfoon? Ja. Huh? Hoe dan? Geen idee. Geen idee. Het zal omgevingsgeluiden zijn hoor, dat kan. Dat je microfoon dat oppakt, maar ja. Dan als ruis. Ah ja. En zo is. Is dit. Oeh, dit is niet goed voor mij. Dit klinkt heel raar. Okay. Nee, dat weet ik, maar dit is wel voor de achtergrond van mijn video. Daarom is het een beetje kukken, natuurlijk. Laten we eens kijken of we nog een andere. Zo, bok. Ga in de bal. Ik ben in de bal. Nou, ik pak wel de sticky klops, want dit wordt niks. Maar echt. Munty kan ermee leven. Nou, gelukkig kan Munty ermee leven. Ja. Anders hadden wij een groot probleem. Probleem. Nou, ik denk niet dat hier een shiny tussen zat. Dus we gaan naar de volgende Massive Grumpy. Mass Outbreak. Oké. Volgens mij heb ik die wel al Grumpy. Floatzel, die heb ik sowieso al. Beetje karig met de Mass Outbreaks. Psyduck, die wil ik niet eens. Die heb ik al 100. Ik denk dat het tijd wordt om tijd en datum aan te passen. Op naar de volgende dag. Oh, dat heb jij. Ja, dat deed ik net ook. Soms verandert ook helemaal niks in de map. Even kijken. Heel. Maar echt. Ja, Crimson Mirelands. En dan kan je Quilava vangen. Ja, Nando is Legends aan het doen. Ja. Ik ben niet echt een shiny hunter, maar met deze game was ik bezig met de decks, een shiny deck te krijgen. Dus ja, als ik me heel erg verveel, dan kan ik dit af en toe even oppakken. Jeez. Of zelfs nu, aangezien we toch in het thema zitten van de shiny huntings. Nee, ik wil niet met Munchlax praten.
En ik was wel met een ander project bezig om shinies te halen, maar ja, dan moet ik meer geconcentreerd dingen doen. Dus dat is niet echt zo leuk, denk ik. Voor zo'n stream als dit. En ik ben bang dat ik dan cheater word genoemd. Die kan het best aan wezen. Dan krijg ik het kenmerk Paddy naar mijn hoofd gesmeten. Als je dan maar door hebt. Kijk, Paddy kan ermee leven, die boeit echt geen fuck, maar... Bij jou wel, ik heb je door. Ja, ik wil nog een beetje mijn eigen naam kunnen houden. Zonder dat ik cheater word genoemd. Maar je kan zeggen wat je wil, ik heb wel... Oh ja, dat is oké. Ik heb een shiny 5, nee 6 IV Timid Nature Latios. En Latias. En Deoxys en Mew. In Emerald. Gelukkig en niet gecheating. Nee, die heb ik niet gecheating. Ik heb alleen met de emulator denk ik een maand gewacht. Yo, Bradley. Bradley, ik ben nu eindelijk affiliate. En ik heb die dingen. Ja, je hebt het nu door. Ja, vandaag speciaal kost het allemaal 1 coin, Paddy. Fuck. Bradley. Ja, Paddy Bradley. Bradley Cooper. Het spijt me, Bradley. Ja, 1 Nando's. Dus je kan er nu misbruik van maken. Als je wilt. En dan krijg ik er spijt van en dan maak ik het duurder. Mogelijk. Kijk, hij begint nu al. Ja, die Kaboom. Ja, Kaboom die is van Sander. Kaboom. Ja, dan speelt die geheime tunnel. Ah, de 3P Hunt. Yo, Roosterfield met de Prime Sub, thanks. En nu, oh, nu komen ze allemaal achter elkaar, Pilot. Oh, lekker Bradley. Thanks voor de sub. En nu is de stream niet meer kijkbaar. De stream is dat niet meer kijkbaar. Dat had niemand zien aankomen. Niemand had dit zien aankomen. Hoe kon dit fout gaan? Ja. Ik weet nog dat het heel rustig was. En nu dit. Hoe kon dit fout gaan? Oh. Eindelijk rust. Never mind. Het is dat je mijn audio niet hoeft te gebruiken. Ja, niemand. Zo, holy shit. Holy shit. Die shit. Oh. Roosterfield, is dat niet de Shores? Trouwens. Vraag het aan mij, want ik heb geen idee. Ah ja, dat is Shores. Lekker Shores. Je wilt niet weten hoe vaak ik nu Kaboom heb gehoord. Kaboom. Lekker Sander. Ook gewoon 3 achter elkaar en dan weer tegelijkertijd. Niemand had dat verwacht. Kijk, zoek je nog een Mew, dan heb je Mewtwo, Bean. Maar echt. En Mewtwo moet ik in Fire Red doen of Leaf Green. Van wie moet dat? Munt die gaat ook helemaal los bij mij. Holy crap. Ja, ik dacht even, ik ga even shiny hunten, Bradley. Dat heb ik al een hele lange tijd niet gedaan.
Met mijn boy Milan. Zeker. Creepy outbreak aan het doen. Ik weet ook al gelijk welke dingetjes ik duurder moet maken nu en welke ik goedkoper kan maken. Als ik de prijzen ga aanpassen voor die geluids. Die langer zijn en die worden duurder waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ik die eend, die ga ik heel goedkoop maken. Maar die is echt heel kort. En Guts Team, die wordt denk ik een van de duurste. Oh, Shorts, jongen. Tyfus. Nou, Milan, het was leuk je gekend te hebben. Oh. Ik kan je bijna niet meer verstaan. Inderdaad, Kaboom. Kaboom. Even kijken, heb ik Groddle al? Ja, die heb ik nog niet. Totdat ik gewoon dat hele ding uitzet. Dat je denkt van, laat me maar met rust. Oké, jongens. Nu mag je wel kap, hoor. Wat denk je zo? Zo, dat... Shores, maat. We willen zo'n shiny. Zo'n shiny draakje. Ik denk dat ik eventjes OBS wat zachter zet. Het is hier zeker een rust, man. Kijk, helpt dat? Ik moet even kijken waar de... Oh, hier. Kijk eens. Zo, nu kan ik je weer verstaan. Holy crap, maat. Ja, dat snap ik dat je het niet meer leuk vindt dan Shores. Maar ja, ik moet gewoon Milan kunnen verstaan. Ja, want jij moet mijn kip carryen. Ik moet hem inderdaad kip carryen. Ik wil hem zo weer eventjes wat harder zetten voor je, Shores. Dan kan je helemaal losgaan. En dan zit ik hier van, wat de fuck moet ik hiermee? Want het is nog wel verstaanbaar volgens mij. Nou, Nanda zei van, ik kon Nanda niet meer verstaan, dus ik ben maar deze kant weer opgekomen. Ja, het is nog wel verstaanbaar. Shorts kan nog 204 keer doen, nou mooi. Nou, nu gaat Brittany het 204 keer rekkenboom neerzetten. Allemaal, spijt me dat we hebben gemonsterd, yeah. Ik denk dat het ook wel beter is dat je daar bent dan bij mij. Heb je nog kwaliteit audio? Wel leren. Maar goed, ik had het beloofd, dus ja, ik moest het wel doen. Kijk, er spannen echt alleen maar alpha groddles bij mij. En je wou graag een tortella? Nee, ik wilde de Alpha Groddle eentje en dan zou ik nog een shiny willen. Dat zou nog wel heel ziek zijn. Dan kan ik nu, moet ik alleen niet resetten, maar ik kan wel Alpha Groddle kan ik afvinken.
Nou, Shores, doe nog één keer Berserk Guts team, alsjeblieft. Dan maken we hem nog even af. Kijk, lekker Shores. Hebben ze ook het liedje van de Coral King gedaan, of niet? Ja, die heb ik ook al meerdere malen gehoord. Kijken, welke heb ik eigenlijk niet gehoord? Osmando, jij mist jouw korpmaatje. Ik mis sowieso mijn korpmaatje. Nee, ze hebben elke ding hebben ze wel gebruikt. Peter. Shores, Bradley, wat vinden jullie wat ik nog moet toevoegen qua audio ding? Wat zou nog een goede kunnen zijn? Ik kan er nog een paar bij doen, denk ik, op zich. Part Reverb. Nou, die is op zich nog wel... vind ik nog wel een redelijke. Ik ga hem noteren. Dan bij mijn volgende stream, als die ooit komt, dan staat hij er tussen. Wat? Een scheet, maar dan gereverbed. Dat klinkt dan heel erg weird. Deze. Nou, het is dat ik niet opneem. Dat scheelt. Ja, die, inderdaad. Ja, ik wist wel wat je bedoelde. Oké, maar je hebt nu wel een link gegeven, dus dat scheelt. Dan moet ik hem alleen nog eventjes op die website zetten. Maar ik denk wel dat hij op die website staat. Hij komt erin, Shores. Volgens mij heeft ook een voorstel. Het zegt mij niks, maar misschien... Wacht, ik weet er één. Aweep? Doe Aweep? Die ken ik ook niet. Ik kan hem opzoeken, maar Aweep is wel een classic. Munt kent hem ook, dus... Ik denk dat het oud zijn dan. Ja, dat denk ik ook. Aweep meme? Oude mevrouw wordt gek van Pokémon Go. Aweep. Is dit hem? Oh, is dat van... Dat kinderen vragen, mevrouw, welke Pokémon bent u? En dat ze dan zo'n schop geeft en dan zegt Aweep. Bedoel je die? Oh, oké, ja. Die kan nog wel. Die vind ik ook wel grappig. Kijk. Die doe ik dan ook even open. Vet. Maar we hebben nog steeds geen antwoord op welke Pokémon ze is. Nee, ze is een Aweep. Oh, ik zag een Shiny. Wat? Het is mijn favoriete Shiny. Lijpe Murkrow? Ja! Zie! Kijken. Daar heb je zo'n emoticon voor. Maar echt. Die kunnen Bradley en Shorts gebruiken als ze willen. Aangezien zij gesubbed zijn. Stop. Ja. Hoppa. Zij hebben zo'n suppie gegooid. Allebei. Ja, eigenlijk moet ik nu daardoor wat vaker gaan streamen. Aangezien ze wel gesubbed hebben. Mm-hmm. Misschien wel weer eens een bingo doen of zo. Een live bingo. Ja, maat. Dat lijkt me wel wat. I'm in. Kijk wat. In it. Is dit geen shiny? In it to win it. Ja. Yeah. See! What? Shiny Dreepy! Lekker. Even kijken. We moeten... Wow, yo, hij zat niet in mijn snelle bal? Niet eens in je snelle bal. Kaboom, inderdaad kaboom. Sheet. Kijken. Krottel. Hier zo. Hier moet ik nog shiny van. Wordt hij gepest? Jij wordt gepest? Door Pokémon. Door een Drapey. No way.
kut Drigby. Niet Milan pesten. Dat is een pseudo, hè. Die zijn altijd tandhoek lastig te vallen en vangen. Dat is true. Oké, okay, kan zijn dat de capbezorger er is. Ik hoorde een autootje. Ja, timer is pas vanaf meerdere... vanaf 10 beurten geloof ik dat hij goed is. En we zijn nog zeker geen 10 beurten verder. Nee, dat duurt nog wel even. Kijken, waar staat Murkrow? Hier zo. Oh, dat is precies eentje die ik moest hebben. Nice. Ik had al female shiny Murkrow en nu heb ik een male. Nice. Dan kan deze... Doet iedereen ook mee? Iedereen doet zeker mee. Kijken. Like een Murkrow flavor. Ja, post hem in de chat. Hoppa. Wacht, ik doe hem ook bij jou in de chat. Gewoon omdat het kan. Hatsikidee. Daar heb ik eigenlijk geen shiny versie gemaakt. Of hebben we die gemaakt voor hogere tier sub? Volgens mij hebben we eigenlijk dat niet. Moet ik die maken voor een hogere tier sub. Dat vind ik prima. Ja. Get the Dreepy. Lankering. Ik ga even mijn Murkrow afkruisen op mijn sheet. Murkrow, mail, shiny. Oop. Nice. Get the Dreepy. Keep moving. Kimball. Creepy. Wat een nicing on the cake emote, ja zeker. Dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door de hele goede guy genaamd Milan Ing. Is het Waring? Ja, dat is zeker Waring. Hij is echt pro met emotes bedenken. Ja, dat ging wel goed, ja, met emotes bedenken voor jou, ja. En ook omdat jij een paar zelf had. Ja, klopt. Ik had weer een nieuwe bedacht. Nou ja, een nieuw bedacht. Ik weet niet of daar een emote voor kan komen. Ik weet niet, wat is je idee? Nou, het is meer zo'n... Ik had weer zo'n opmerking gemaakt. Ik was met die gasten was ik op vakantie. En bij een stoplicht reed ik door rood. En toen zeiden ze van, bro, wat ben je aan het doen? Toen zei ik, ja, even een beetje tegen de regels in. Moet kunnen. Maar ik denk niet dat je daar echt een emote voor kan maken. Ik denk dat het een beetje lastig is. Ik zal er eens even over nadenken. Ik denk ook niet dat je dat heel makkelijk met emotes kan, ja... kan laten zien. Even kijken. Save gooien. Kijken welke mons we hier hebben. Riolu zou wel heel vet zijn. Oké. Geen Riolu, maar wel twee keer kans op Diwot. En zo'n sparkle ding bij Swinub en Snover. Ik denk dat ik wel eerder voor die Diwot ga. Straaljagerboy is een grotere straaljagerboy. Good. Ga je gelijk helemaal evolven. Ja, om te kijken hoe die dan... Ah, nice, nice. Nice in. On the king. Oké, dan ga ik nu reset.